Wanneer je een verslag of scriptie maakt, is het natuurlijk belangrijk dat het inhoudelijk deugt. Maar daarnaast is het ook van belang dat het er verzorgd uitziet. Het gebruik van tabs wordt bijvoorbeeld nogal onderschat. Je kunt toch ook een aantal spaties gebruiken om tekst recht onder elkaar te krijgen? Nou, in twee how-to's laten we in een aantal heldere voorbeelden zien wat het nut van tabs gebruiken is. Ik heb een document geopend in Word 365. In dit voorbeeld zie je twee keer dezelfde zinnen. Boven de streep heb ik de bovenste zin met gebruik van de spatiebalk in laten springen. Als je deze knop gebruikt, kun je niet afdrukbare tekens in beeld brengen. Een puntje staat hiervoor een spatie. Als ik bij de regel eronder ook de spatiebalk gebruik, kun je deze ook precies onder de tekst erboven plaatsen. Als je maar het juiste aantal spaties gebruikt. Maar nu die regel eronder nog, want die is nog niet ingesprongen. Eerst schakel ik deze knop weer in en zet de cursor voor de regel en druk op de spatiebalk. En nog eens en nog eens. Er gebeurt maar niets. Spaties genoeg, dat zie je hier. Maar die leiden niet tot het gewenste effect. In het tweede gedeelte gebruik ik de tabtoets. Je ziet nu de knop autocorrectie opties. Standaard maakt Word namelijk gebruik van het inspringen van een alinea als je de tabtoets gebruikt. Daar gaat deze how-to niet over, dus daar ga ik even aan voorbij, maar kies in dit geval voor niet meer inspringen bij tab en backspace. Je ziet nu het teken dat aangeeft dat hier de tabtoets is gebruikt. Ook bij de tweede regel gebruik ik de tabtoets en ook bij de inspringing. Aan het eind van deze how-to laat ik overigens zien hoe je de instellingen over tabs en backspace weer kunt herstellen. Eerst nog even een ander voorbeeld. Op de tweede pagina zie je bovenaan twee alinea's die zijn ingesprongen met gebruik van de spatiebalk. De twee onderste zijn ingesprongen met gebruik van de tabtoets. Als nu steeds van elke eerste alinea het lettertype wordt vergroot, zie je dat bij het gebruik van de tabtoets de uitlijning gehandhaafd blijft. Of als ik het lettertype wijzig, zie je dat het alleen bij gebruik van de tabtoets goed gaat. Ook als je een andere stijl gebruikt, is de tabtoets, zoals je ziet, de enige juiste keuze. Tot slot gaan we nog even naar de opties om te zien hoe je de standaardinstelling voor inspringen weer terugzet. Via bestand kies je opties en in de tab controle autocorrectie opties. Hier kies je de tab auto-opmaak tijdens type. Onderaan zit je hier een vinkje om de standaardinstelling te herstellen. Tot zover deze eerste how-to over tabs gebruik in Word. In de tweede bekijken we nog een aantal praktische voorbeelden.